En de eerste kandidaat die dus die 3 weken maar de tijd heeft gehad om zijn presentatie voor te bereiden, om een stuk werk voor te bereiden, is Tobias. Geef hem een heel hartelijk applaus. Nou ja, ik ben dus de laatste 3 weken bezig geweest met dit onderwerp. Het was nogal hectisch, ook met toetsweken en zo, maar ja. Nou ja, mijn idee was, kunnen we mensen opsporen door middel van CO2-concentraties van de CO2 die we uitademen? Je kan natuurlijk gewoon niks aan gedaan worden, je kan niet zomaar stoppen met ademen, dus nou, misschien is het altijd te meten. Nou, vorige zomer heeft NASA de OCO2-satelliet de ruimte ingeschoten. Deze satelliet meet in gebieden van 3 vierkante kilometer, meet die de concentratie CO2 in de lucht door middel van licht en hoeveel er geabsorbeerd wordt door de gasmoleculen. Nu was mijn idee, zou je dat misschien ook kunnen gebruiken bij het vinden van terroristische dreigingen? Ik had als voorbeeld Osama Bin Laden gekozen. Hij heeft zich lange tijd verstopt, ergens in het westen van Pakistan, ergens in de bergen. Het is daar warm, want het is daar grotendeels woestijn, dus waarschijnlijk zou je geen warmtebeeld of zo vinden. Maar wat nou als je kijkt naar het CO2-niveau? Er is daar niet heel erg veel, er zijn daar niet heel veel dieren. En als je met 20 mensen ergens zit, dan moet dat toch wel ergens een meting geven. Dus wat ik dacht is, als je nou gewoon een globale meting neemt, dan zoals op de onderste foto, dan kan je zien waar er waarschijnlijk wel een piekje is. En dan zou je daar met andere apparaturen als drones, zou je daarnaar kunnen gaan kijken. Dan denk je natuurlijk, ja maar windrichting. In de bovenste foto kan je kijken, als je meerdere plekken vindt waar je een verhoogde CO2-concentratie hebt, dan kan je gewoon tegen de windrichting in volgen totdat je uiteindelijk niet meer verhoogde resultaten vindt. En dan is het waarschijnlijk de plek waar iets anders aan de hand is. Het hoeft natuurlijk niet per se meteen Osama Bin Laden te zijn, maar het is handig om iets te doen. Je hebt tenminste enigszins regeling. Dus, nou ja, de conclusie die ik uiteindelijk uit het onderzoek heb gedaan is, ik zou heel graag een toepassing willen zien dat dit echt gebruikt wordt. In het hedendaags kan het waarschijnlijk nog niet, aangezien 3 vierkante kilometer nogal een grote oppervlakte is om een paar mensen op te sporen. Maar het is ook pas net de ruimte ingeknald, dus misschien later is het mogelijk om het bijvoorbeeld in 100 vierkante meter te meten. En zou je mensen in alle soorten klimaten ook kunnen opsporen. Dankjewel, Tobias. Ik wil deze keer als eerste aan de jury vragen of daar iemand is die een vraag heeft. Jazeker. Hey, Karine is een engineer. We know it already. Hoi, heb je nagedacht over hoe vaak een satelliet op hetzelfde plek terugkomt? Hiermee? Ja, maar de metingen zijn ook niet bedoeld om eventjes een keertje te doen. Want natuurlijk, je moet wel iemand hebben die op een lange termijn op één plek is. Aangezien als jij een dag op één plek staat, dan adem je maar 800 gram CO2 uiteindelijk uit. En dat is in de hele atmosfeer is dat niet heel erg veel en kan je dat waarschijnlijk niet meten. Dus het is meer om geleidelijk metingen te doen. Een ander jurylid nog? Ja, Tom? Nou, heel specifiek voor CO2 of zou je het ook voor methaan kunnen gebruiken? Heb je daarnaar gekeken? Nou, het zou kunnen, aangezien hoe de OCO2 werkt, zoals ik al zei, is het stuurt verschillende frequenties, lichtgolven, naar de grond en dan reflecteert dat weer enigszins terug. En het gaat door gasmoleculen heen en die laten dan een soort van vingerafdruk achter op de lichtstralen, want het verschillende golflengtes gaan anders door moleculen heen. Dus het zou waarschijnlijk ook gewoon kunnen. Dan moet je gewoon kijken wat voor effect methaan heeft op die lichtstralen. En dan zou je dat zo kunnen doen. Dat doet zelfs het satelliet wat Daniel nu bouwt. Heb je ook gekeken naar het
bereik van die satelliet? Scant hij zeg maar één blokje van 3x3 tegelijkertijd? Of kan hij de hele woestijn tegelijkertijd scannen? Nou, het is minimaal heeft hij, als hij precies recht op een gebied staat, dan zou hij een gebied van 3 vierkante kilometer ongeveer meten. Maar als hij enigszins schuin staat, dan zou hij natuurlijk ook meer kunnen meten. Dus dan krijg je ook andere meetwaarden. Okay. Iemand nog uit de jury nog? Een dringende vraag? Iemand uit het publiek misschien? Niet achterblijven. Nee? Ah, toe. Ja, dankjewel. Dank je, Bram. Wat is je reden geweest om specifiek zeg maar op de conclusie te werken, voorsprong op de vijand? Ik zou me namelijk ook kunnen voorstellen dat je bijvoorbeeld in de vluchtelingenhulp, waar je heel veel vluchtelingenstroom hebt, dat je daar ook wat mee zou kunnen doen. Ja, maar dan, ik dacht eerst ook van bij vluchtelingenhulp is infrarood waarschijnlijk een betere optie, want die proberen zich niet te verbergen. Dus daar is infrarood is veel nauwkeuriger en dat zou je ook met drones bijvoorbeeld kunnen doen. Wat bijvoorbeeld wat ik zei bij de vijand, die probeert zich te verbergen aangezien het waarschijnlijk geen match is tegen de drones van de hele wereld. Dus daarom is dit eigenlijk als eerste meting om die mensen die niet gevonden willen worden te vinden. Tobias, dankjewel man. Als de vragen komen, weet je, dan zie je dat er achter zo'n presentatie, die misschien heel kort lijkt, veel meer achter zit dan wat je op het eerste zicht hoort. Daarom vind ik het gaaf, deze wisselwerking zo mooi.